Al vroeg in de ochtend stonden er mensen op de kade in afwachting van de grote schepen. Hoe lang zit u hier al? Een uurtje. Nou, opgestaan om 5:30 al. Om 5:30. Waar komt u vandaan? Deuren uit Brabant. Wij komen uit Arnhem, in de buurt van Arnhem, uit Elst. En onze dochter vaart dadelijk mee op een schip en een schoonzoon, dus we vinden het daarom ook al heel gezellig om hier te zijn. Waar komt u nou speciaal voor? Wat heeft u nou de meeste interesse? Ja, in die schepen. Hè. Ik wil er nog een keer aan meemaken. Hè. 10 jaar geleden, toen hadden we een uitnodiging, toen werkte ik nog voor een bedrijf. Dat hebben we daar op dat eiland gezeten op de kop. En het was zo majestueus mooi weer, net als vandaag, dat het heeft zo'n indruk gemaakt. Ik denk, ik wil nog een keer meemaken. Om het wachten voor de kinderen makkelijker te maken, konden die al terecht op het Pirateneiland, waarvan alles te beleven is. We hebben al een schip, zodat hij niet meer lek was. En we hebben nog leren hoe zo'n kanon werkt. Een kanon werkt. En andere dingen, gevist of zo. Ik zie dat je ook daar dingetjes kunt vissen. Heb je dat al gedaan? Nee. Kom je nou voor het Pirateneiland of kom je voor de grote schepen die straks gaan komen? Denk voor de schepen. De eetentjes die overal staan opgesteld zijn er helemaal klaar voor. Bij benadering, hoeveel broodjes moet je inkopen voor zo'n dag? Ja, dat is nooit bekend. Dus dat weet je nooit. We hebben hier gewoon een voorraad staan. Nou, en als die voorraad op is, dan vullen we hem aan. Het wordt al steeds drukker. De zon schijnt en nog even, dan komen ze.